ze gaan starten. Ze maken pakjes op hun benen en dan kunnen ze elk pakje langs. Ik heb ook periodes in mijn leven gehad dat ik echt dacht, jezus, wat een gezeik. Hey en welkom bij deze nieuwe vlog. Oh mijn god, er beginnen nu echt dingen in mijn huis te gebeuren. Ik ben veel aan het filmen voor de serie die eraan gaat komen. Maar er zijn mannen beneden bezig. Ik ga even mijn make-up fixen. Dat heb ik nog niet gedaan. Dat zie ik. Vandaag wordt een leuke dag. Ik moet je zeggen, ik heb nog een beetje een jetlag. Of het komt omdat de maan vol is. Maar ik sliep pas om 3 uur. En gisteren moest ik vroeg. Vandaag moest ik vroeg. Dus ik ben benieuwd wanneer ik mijn mental breakdown ga krijgen. Kijk, deze heb ik nodig. Alles zit gesorteerd, zodat we over 2 weken, en dat duurt nog eventjes, maar mijn hele kast in 1 keer kunnen indelen. Ik moet helemaal op de organized manier. Ja, jullie gaan helemaal leren hoe je dit allemaal doet. Maar hier hangen ook stickers. Ik moet nog even een kast kopen daarvoor. Oh, verhuizen jongens. Ik heb geen idee hoe je dit moet doen. Maar we proberen maar wat. Oh, dit heb ik helemaal niet verteld. Oh mijn god. Mijn wenkbrauw zegt dat weer. Wat? Ja, dat hoor jij goed. Ik kan jullie de volgende keer als ik ze bij laat werken wel eventjes meenemen. Want je gaat zeg maar 2 keer tatoeëren. Nu zie je al dat er hier een hoekje uit is. Ja, als het wondje heelt. Eerst zijn ze dus heel donker en strak. Maar als het wondje heelt, dan komt hij wat lichter terug. Maar dat, nou het is zo. Het korstje is heel donker. Daarom is hij heel strak en donker. Want het is gewoon natuurlijk een wondje. Daarna valt het korstje eraf. En dan wordt het heel licht. Dan moet je het nog een keer bij laten werken. En als het geheeld is, dan heb je de perfecte kleur. Maar ik vind eigenlijk dat het zo donker wel nice is. Maar ik moet even kijken hoe het uiteindelijk over een week is. Volgens mij zitten er 2 weken tussen voordat je weer, of 3 weken, voordat je weer laat tatoeëren. Maar echt, het is zoveel makkelijker. Ik heb het bij Brow Atelier gedaan in Amsterdam. Het is zo easy. Niet normaal. Maar oké. Even mijn make-upje doen, want ik wil natuurlijk vandaag filmen voor die serie. Dus ik heb mij ook even lekker omgekleed. Ik heb deze broek aan. Die is best wel cute, hè? Hij zit met zo'n glimmertje. En we hebben een leuke afspraak weer met onze grote vriendin Shaluna. Dus daar heb ik ook veel zin in. Die heb ik lang niet gezien. Kijk, druk aan het vloggen en filmen. Gelukkig wordt de content gemaakt. Het is altijd gekut met een statief vinden. Ze gaan starten. Maar dit gaan jullie allemaal in mijn serie zien. Holy knijter, ik weet niet wat daar gebeurt, maar er zijn echt honden keihard aan het blaffen. En daar is Svenny Boy. En we zijn bij het kantoor van Pink Jella. Kijk hoe mooi dit is. Dit is toch ongelooflijk. Dit gebouw is niet normaal. Dit is gewoon hun kantoor, hè? Niet te doen. Nou ja, zoals jullie weten, werk ik al een tijdje samen met Pink Jella. En we hebben weer even een meeting. En dan gaat Svenny Boy mee. Hey! Ah, ziek idee. Het is dus leuk, want Sven kijkt ook altijd mijn vlogs. En ze hebben dus op hun kantoor ook een testor. Nou, dit is gewoon hoe de winkel in Amsterdam er ook uitziet. Of waar ze overal maar winkels hebben. Hoe cool is dit? Ja, ik vind het echt een meisjesdroom. Hun hele... Alles overal is aan gedacht. Ook hun bordjes bij auto's zijn gewoon met hun logo en hun lettertype helemaal lekker. Nou, we gaan even die meeting in. Maar kijk nou hoe mooi. Echt niet normaal. Oh, en daar hebben ze een bar. Echt een prachtige bar. Even kijken. Heel gaaf. Hoe cool als je dit, als je hier werkt. Zeg maar goodbye. Dat was een leuke meeting. Altijd leuk. Ik voel me hier zo thuis. Kijk nou, hier had ik het over. Overal is aangedacht. Helemaal in die jellak vibes. Oké, wij gaan naar huis. Dag, Svenny Boy. Oeh, sorry. Oh, ik werd even aangefietst. Ik werd bijna aangefietst. Ik let ook niet op, joh. Maar er was genoeg ruimte. Ja, zeggen ze allemaal. Bij Hilversum Park zijn we nu. En ik mag even het sprintertje naar huis nemen. Oké, jongens, ik moet hier zijn. Want dan kan ik daarheen. Maar hier staat een hek. Wie verzint er dan hier ook een hek? Ja, ik heb dat gedaan. Ja, ik ga hier gewoon overheen klimmen. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar... Vandaag bij Opgelicht hebben we te maken met een inbraak. Het gaat om een blonde vrouw in de omgeving Amsterdam. Heerlijk thuis. En ik heb trouwens, hoe leuk. Ik vind het dus altijd moeilijk dit ding te stylen, zoiets. Maar volgens mij heb ik het nu best wel leuk gedaan. Hè? Ik voel me wel altijd een soort van heel netjes. En het doet me een beetje denken aan Danique, een vriendinnetje van mij uit Friesland. Die altijd zulke dingetjes draagt. Maar ik vind het wel cute. Wat vinden jullie? Echt geweldig. Ik ga nu eventjes iets unboxen, want ik heb nog een pakketje van hun. En dat heb ik helemaal niet unboxed. Het is een heel groot pakket.
En ik meen ook als ik zeg dat het echt een heel groot pakket is. Oh mijn hemel. Even kijken. Schaartje pakken. Oh, wat een bevalling. Hoe doen mensen dit? Ben ik nou zo'n debiel of wat? Ja! Ik ga ondertussen mijn moeder bellen, want die gaat het ook leuk vinden om te zien. Dus dan horen jullie haar verhaal ook. Hij is zo groot. Hij is zo groot. Dat hoor ik heel vaak. Nou, dit ziet er allemaal leuk uit. Ik vind het nog leuker dan op de foto. Nou, ik kan er ook gewoon mee rijden. Wauw, wauw, wauw. Hij is wel heel cute, hè? Ja, hotel chic. Ja. Ik vind hem ook cute. Het is wel een ander soort sfeertje dan wat ik verder heb. Maar erg leuk. Ja, zeker. Ja, kijk nou. Erg leuk. Ik ga hem denk ik daar zetten, bij mijn keuken. Met mijn gouden hengsels. Hoe leuk zijn deze gouden hengsels. Another day en de mannen zijn weer bezig van Zipmax. En ik heb dit outfitje aan. Ik ben lekker helemaal in de stijl wat mijn moeder helemaal leuk vindt. Ik hou van streepjes. Dit streepjes shirt is van Pull & Bear, is lange mouw. Draag ik zoveel. Echt heel chill. Gewoon voor chill, maar nu ben ik ook redelijk netjes. We gaan richting Change Laser Clinic. Want we gaan weer even de coochie eventjes laseren. Dat moet ook gebeuren. En mijn fiets maakt dus een heel gek geluid. Hoor dit. En het komt hieruit. Niet uit de accu, maar uit dit ding. Dat is echt heel irritant. Dat is toch even geleden. Volgens mij echt 2 maanden geleden. Maar jij moet dat ook elke 8 weken doen. En kijk één keer hoe mooi het is. Is dus de binnenkant. Hoe nice. Ze zijn echt zo er vooruit gegaan. Dit is het apparaat waar ze het mee doen. En dan krijg je hier ook lucht door. En dan wordt het een beetje warm. Het doet dus geen pijn. En dan gaan ze je hele lichaam afstempelen. En je kan gewoon ondertussen een serie kijken. Hoe chill is dat? Ze zijn lekker aan het laseren. Ja, achterkant benen ook meteen. We moeten deze bril op, want we flitsen. Dat mag niet. Dat is slecht voor je ogen. Ik zal even laten zien hoe dit eigenlijk eraan toe gaat. Ze maken vakjes op mijn benen en dan kunnen ze elk vakje langs. En dan zijn mijn haren veel minder. En dat is zo chill in de zomer, vooral je bikinilijn. Want als je wil scheren, wanneer je en zwemt en dan elke dag gewoon een kale flamoes hebt, dan krijg je allemaal stoppetjes en zo. En dat krijg je dus niet met laseren. Dus dat is echt top. Ik sta echt heel random. Ik sta echt heel random eventjes aan de zijkant van de weg. Want thuis zijn er natuurlijk mannen in mijn huis. Maar ik was aan het fietsen en toen overviel gewoon een beetje het gevoel van hoe mijn leven nu aan het lopen is. Weet je, ik deel natuurlijk alles met jullie en het ziet er geweldig en fantastisch uit. En dat is het ook. En ik was eventjes overrompeld van het feit van, jeetje, wat is mijn leven veranderd? En ik heb ook periodes in mijn leven gehad dat ik echt dacht, jezus, wat een gezeik. Dat is het leven kut, weet je wel. En ik ben gewoon nu elke dag zo aan het genieten. En dat is zo onbetaalbaar. En ja, het is heel gaaf dat ik zo'n groot huis heb. Het is heel gaaf om zo'n fiets te hebben. Het is heel gaaf dat ik hopelijk binnenkort een autootje heb. Maar het overvalt me ook wel een beetje. En ik hoop dat jullie ook wel zien dat ik het niet zomaar voor lief neem. En weet je, het is ook niet normaal om 3,5 week op naar Curaçao te gaan. En dat weet ik ook van mezelf. Maar ik ben er wel enorm van aan het genieten. En ik hoop dat jullie ook een beetje het gevoel krijgen van, kijk, je leven kan gewoon zo lopen en je kan het allemaal voor jezelf realiseren. En ik doe wat ik leuk vind en waar ik goed in ben en wat ik absoluut het liefste doe. En dan komt er ook steeds meer goede dingen op je pad. En ik heb straks gewoon een huisje waar ik me helemaal thuis voel en ik merk dat ik daar zo aan toe ben. Maar aan de andere kant is het ook van, oh mijn god, vriendinnen van mij zijn nu nog aan het studeren, wat ook echt knap is. En hun zijn hun leven nog aan het doen, maar ik heb zo'n volwassen leven al een beetje. Het is gewoon bizar. Het is gewoon echt bizar. Ik kan het me gewoon niet voorstellen wat ik nu allemaal wel niet aan het doen ben. Ik heb echt alles wat mijn hartje begeert. Echt alles. En dat is gewoon bizar. Ik heb leuk werk, ik heb leuke mensen waarmee ik werk. Ik heb goede vriendinnen en uiteindelijk merk je dat de basis die ik heb van de kern van vroeger, dat gewoon het allerbelangrijkste is. Ik ben veel meer op mezelf de laatste tijd. Ik ben veel meer in mijn eigen bubbeltje. Ik heb heel weinig zin om mensen te leren kennen. En dat is niet in a bad way. Het is meer van, ik heb zo genoeg aan alles wat ik nu zelf heb en zelf doe en met de mensen waar ik mee ben, dat ik daar gewoon even geen ruimte voor heb. En dat is zo'n lekker gevoel. Het voelt zo freaking chill dat ik alles in orde heb. Fuck yes. En dat betekent niet dat het altijd zo is geweest of dat het over 2 maanden nog hetzelfde voelt. Maar ik geniet er zo erg van. Ik moet er gewoon bijna
van huilen. Maar jullie weten hoe emotioneel ik ben. Maar alles komt goed. Ook als je denkt dat het even niet goed komt. Ik heb zo geleerd dat het leven geeft je gewoon test totdat je er klaar voor bent. En totdat je de test hebt doorstaan. En dan komt het op zijn pootjes terecht. Maar je moet soms even door bepaalde fases van je leven om dingen te kennen en te weten. En dan komt het wel. Het geeft je zoveel rust als je er genoegen mee neemt van wanneer iets kut gaat of moeilijk is. Dat je het als een soort test ziet wat je even moet doorstaan. En dat het dan uiteindelijk wel goed komt. Of het nog niet je tijd is. Dat gaat zoveel rust geven. Believe me. Ik heb een pakketje. En het is zo lief. Dit is van Tess V. Ik krijg wel vaker spulletjes van hun. Maar ik had gevraagd. Ik zag van hun dat zij skikleding hadden. Nou, echt. En toen dacht ik, dit is zo leuk. Dus ik had gevraagd, hey, vinden jullie dat leuk? En nu hebben ze wat opgestuurd naar mij. En als eerste hebben wij, dit zijn wel echt hele fijne bodies hoor. Want dit stofje, dit is echt top voor als je gaat skiën volgens mij. En zo'n zip-op dingetje is sowieso wel echt heel erg leuk. En er staat nog iets op. The Essentials. Thank you. Hoe lekker als ik dit straks met mijn moonboots aan heb. Ik kan niet wachten. Ik ben verliefd op deze kleur. Oeh, het stofje is ook heel zacht. Kijk nou. Dit is weer echt heel leuk. Weer op de mouwen. Ja, dit vind ik enig. En ik hou van die halve kraagjes die dan zo open kunnen. Echt heel erg leuk. Dit is volgens mij ook een hele mooie trui. Ik wil dus een beetje zwart-wit mee naar mijn skiën. Ja, dit is dan even wat anders. Oh, dit is een hele mooie kwaliteit. Wauw, kijk even hoe chic. I love it. Tess V, thank you very much. Ik ben hier heel blij mee. Jullie gaan mijn outfitjes nog zien als ik me ga klaarmaken voor het skiën. En dat ga ik eind februari doen, dus ik kan niet wachten. Guys, zoals je ziet staat er van alles achter mij. De spullen zijn allemaal geleverd. Ik ben gesloopt. Oh my god, ik merk gewoon dat ik gewoon geen woorden meer heb. Ik ben helemaal adrenaline gek nu. Maar ik kom gewoon niet, ik ben gewoon op. Goed verhaal. We zijn even mijn vlog aan het checken. En dit is wat anders dan kip, rijst en groente. We hebben biefstuk, rijst en groente. En nu ga ik voor het eerst aan mijn tafel eten. En waarschijnlijk ga je wel een beetje in de komende vlogs het voorbij zien komen. Maar ik ga nog niet alles helemaal weggeven. Dus het is nog een soort van verrassing hoe het eruit ziet. Maar oh my god, guys. Ik ben een gezegend mens en ik ga voor het eerst aan tafel eten in mijn eigen huis. Het is werkelijk allemaal hier aan tafel, wat gezellig dat jullie allemaal zijn, hè? Ja. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Ik denk dat ik de vlog moet afsluiten. Bedankt voor het kijken, ik hoop dat je leuk vindt. Vergeet niet te abonneren! Nu klaarmaken, want nou, ik praat echt poep. Helemaal niet.